Hoi, welkom bij de eerste van vijf video's waar ik in, waarin ik het proefwerk van hoofdstuk 3 ga bespreken. Uh, het doel is dat je hiermee je eigen proefwerk kunt nakijken en het goede antwoord kunt zien daar waar je hem zelf fouten gemaakt. En ik laat natuurlijk ook meteen zien hoe ik aan de oplossing kom. Goed, deze video gaat over opgave 1. 1a. Uh, we moeten uh, van 1a aangeven hoeveel oplossingen er zijn. Dus we hoeven niet aan te geven welke oplossingen zijn. Nou wat ik hier zie is dat er een evengraad is in, uh, qua vergelijkingen. We hebben een zesde macht en we hebben hier het 500 is 100. Dat kunnen we schrijven tot x tot de zesde is min 400. Wat ik heb gedaan, ik heb links en rechts er 500 afgehaald. Daardoor hou ik links alleen nog maar x tot de zesde over. En rechts krijg ik 100 min die 500, dan kom ik 400 in de min. En ik kan nu zeggen dat ik hier een evenmacht heb, waarbij mijn zogeheten p negatief is. En de regel is dat bij een evenmacht en deze waarde onder 0, hebben we geen oplossingen. Geen oplossingen. En ik ben erg trots op hoe ik op dit moment nog schrijf met mijn muis. Goed, vraag B. Bij vraag B hebben we een vijfde macht. En bij een vijfde macht, dus oftewel een oneven macht, geldt dat als we rechts één getal hebben, dat we altijd precies één oplossing hebben. Oftewel één oplossing oneven macht. Oneven macht. Bij vraag C zien we de bekende tweede graadsvergelijking. En wat jullie van de tweede graadsvergelijking weten, is dat je daar 0, 1 of 2 oplossingen kunt krijgen. Je bent in eerste instantie gerecht om te zeggen, hey, ik zie een even graad, dus het zal wel 2 oplossingen zijn. Maar dat is niet meteen gezegd. We gaan, ik ga daarom deze vergelijking even herschrijven om te kijken wat er gebeurt. Ik heb 3x in het kwadraat. min 6x. En ik haal die 27 rechts weg. Dat doe ik door 27 af te halen. Hou ik links nog 3 over. Is 0. Ik kan nu hier getallen uithalen om de discriminant te, betalen, te bepalen. De discriminant, te bepalen. Uh, de discriminant is b-integrat. Dus min 6-integrat is 36. Min 4 keer... A keer c. A keer c. Oftewel 36 min 4 keer 3 is 12. keer 3 is ook 36. Oftewel de discriminant is 0. En dit geheel leidt tot de conclusie dat er maar één oplossing is. Want we hebben een te maken met een tweede graasvergelijking, tweede graasvergelijking met een discriminant 0. Dan tot slot nog vraag D. Vraag D was al de Gemene instinct in deze vraag, want u bent geneigd om te kijken naar uh, of het even of oneven gaat is, maar dit was echt de, 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 de moeilijkste vraag van het hele proefwerk en is dus een inzichtsvraag. Um, het, allereerst het antwoord: het antwoord is vier antwoorden. En hoe kom ik aan vier? Als je kijkt naar de som, dan staan er eigenlijk vier dingen die met elkaar vermenigvuld worden. Dus ik heb Oh, dit gaat niet goed. Ik heb daar. Oh, dit gaat misschien beter. Ik heb hier x 5, x plus 3, x plus 8 en x plus -2, x 2. Eigenlijk zijn het allemaal losse stukjes die met elkaar vermenigvuldigd worden. En wat geldt bij iets wat iets van een vermenigvuldigingssom geldt? Dat als één van de factoren 0 is, dan klopt de som. Dus als dit geheel 0 is, klopt de som. Als dat geel 0 is klopt som. En zo ook voor deze en ook voor deze. Dus ik heb vier mogelijkheden om het naar 0 te krijgen. Dus ik heb daarmee ook vier oplossingen. Oftewel vier, want. Vier factoren. En toegegeven, dit is een bittere inzichtsvraag. In de volgende video ga ik verder met opgaven. 2. En dat zal langer zijn, want er zijn 5 gelijkingen die we dan moeten oplossen. Tot zo!